We hebben even een dilemma-ronde voor je gemaakt om het even iets spannender te maken. Er zijn een aantal leuke vragen binnengekomen, die gaan we even aan je voorleggen. Waarin je steeds de keuze mag maken uit twee dingen en moet kiezen. Ik moet kiezen? Ja, je moet wel kiezen. Okay. Je mag één joker inzetten. Zullen we dat afspreken dan? Oké. Okay. Eén joker. Ik ben heel eigenwijs, ja. Bobby Eden, wat is opwindender? Een lelijke man met de bankrekening van Bill Gates of een hele knappe met tonnen schuld? Nou, dan ga ik denk ik... Ja, ik ga dan... Wat is interessanter, hè? Ja, wat is opwindender? Oh, wat is opwindender? Nee, dan... Ja, godziedomme. Nou, ik ga mijn eerste joker inzetten. Oké, onder of bovenop? Onderop. Haken of gamen? Oh, dat vind ik ook een hele mooie, moeilijke. Godverdomme, ik heb mijn joker al verspild. Omdat we het al zoveel elkaar over haken gehad hebben, zet ik nu maar gamen. Wat ik nooit in mijn boek had moeten vertellen was... Die mag je zelf invullen. Nee, ik heb alles wat ik in mijn boek wilde vertellen, heb ik daarin verteld. Dus ik heb nergens spijt van. De rest van je leven lachen als een gans of de rest van je leven lopen als een pinguïn? Ik denk lopen als een pinguïn. Een hele lange of een hele dikke? Een hele dikke. Ik word altijd gezien als lustobject, ja of nee? Ja. Kim Holland of Mark Rutte? Kim Holland. Gedachten lezen of kunnen hypnotiseren? Oeh, hypnotiseren. Het meest ranzige wat ik ooit in een pornofilm moest doen was... Nou, ik ben niet zo goed in anal cream pie. Een boek of een reality soap? Oh, dat is zo moeilijk, ja. Hè? Ik ga nu voor de reality soap. Bobby Eden raakt opgewonden van... Mijn man. De rest van je leven met een man die stinkt beneden... of de rest van je leven met een man zonder humor? Oh, mijn god. Ja. Nou, dan maar een man die stinkt, want dan heb ik nog wat deodorant. Dat kan ik nog wat doen. Het meeste wat je in de porno ziet is nep. Ja. Ik heb met meer dan 500 mannen seks gehad. Nee. Nee? Nee, joh. Nee, echt niet. Ja, het is een dilemma ronde, dus het antwoord is eerlijk. Of eentje die nog binnen is gekomen. Wat vond je toenmalige vriend ervan dat je porno-opnames maakte? Mijn toenmalige vriend? Ja. Die vond dat oké. En nog even één vraag. Luister goed. De vraag is, ben jij dit ja of nee? Oh, ja. Ja. Ja, dat hoor je direct? Ja. Nou, die was goed en dat was hem. Dankjewel. En ik ga je bedanken dat je er gezellig was. RTL 5, 9:30. Morgen is Bobby Eden in L.A. En blijf je voorlopig nu in Nederland of ga je binnenkort weer terug? Nee, ik blijf nu nog voorlopig in Nederland. Dus we moeten mijn Twitter volgen, @BobbyEden, om te zien waar al mijn meet and greets zijn. En dan kunnen we jou in real life bewonderen. Ja. Ik ga dat jou, is leuk, hoor. Ja, dat is leuk. Dat is leuk? Dat kan ik vertellen, ja. Nee, het is zeker heel gezellig hier in de studio. Dus, en morgen de nieuwe uitzending. En we gaan je gewoon gezellig nog een keer spreken binnenkort. Super, lijkt me leuk.